Over 11 dagen gaan alle machines op de boot naar Peru. Buggies, quads, motoren, auto's en trucks. Ze konden nu in Valkenswaard bewonderd worden. Dat ging gepaard met spektakel. Debutanten en gevestigde namen, ze lieten wat zien op het Eurocircuit. Het publiek dat met 30.000 man massaal naar Valkenswaard was gekomen. Vorig jaar hadden ze wel ontzettend veel kaartjes, maar ik heb het idee dat dit jaar nog veel drukker is. Als je achter rijdt, dan staat gewoon alles vol. Wij zijn de stad van de Dakar. De mooiste race van heel het jaar. Voor de fans was het een geschikte dag om al het materiaal eens goed te bekijken. Je kan lekker dichtbij, je kan gewoon er naartoe lopen, je kan er gewoon een praatje mee maken. Ja, dat is toch wel heel leuk, dat had ik niet verwacht dat dat sowieso zou kunnen. Toch wel een keer wat anders hè, dan naar de nagelstylisten. Wat vindt u nou specifiek zo mooi aan de Dakar rally? Ja, het één met de natuur en hoe die dingen daar doorheen ploegen. De natuur eigenlijk kapot maken. Ja. En de Dakar-rijders, ze showden hun voertuigen en zetten hier en daar de puntjes op de i. Zodat de karavaan met 22 Brabantse deelnemers ook de ambities kon uitspreken. Maar ambitie is nog steeds top 10. Beste Nederlander en een daguitslag bij de eerste 5. De inzet van mij in Yamaha Europe is top 5. Daar gaan we voor knokken. Daar gaan we alles voor in het werk stellen om dat te doen. De generale was in ieder geval goed voor zowel Verhoeven als Van Loon. Zij wonnen de pre-proloog bij de motoren en de auto's. Bij de vrachtauto's was Gerard de Roy net wat sneller dan Peter Versluis uit Werkendam. Een racepak was daarbij niet nodig. De Roy klom rustig in zijn spijkerbroek uit de cabine. Tijd voor het echte werk. 5 januari, rendezvous in Peru.